Toppetje. Fred. Hallo. Hoi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Jij was de eerste winnaar. Tenminste, je bent de winnaar die als eerste zijn prijs komt innen. Laat ik het zo zeggen. Nou, dan overhandig ik hem. Superleuk, dankjewel. Dat is de gevulde tas. En we gaan een lekker dagje zoeken samen. Hartstikke leuk. Hij is in ieder geval zwaar. Ja, er zit wel wat in. Het is een goodie bag, dus verwacht nou niet een halve winkel. Nou, maar het is... ik weet niet eens wat het is. Het is een Texas Twister. En een mooie pointer van Quest. Ja, een pinpointer. Een Kapaan vondstenborstel. Yes. Dit is waarschijnlijk om de zak met goud dicht te houden. Ja. Altijd makkelijk een... noemen we dit een grasmes? Nee, hè? Nee, dit is een digging tool. Kijk, digging tool. Een digging tool. Hé, hey, kijk eens aan, voor als er een in de was zit. Ja, precies. Precies. Allemaal interessante vondsten. Vondstenboek. En een vondstentas. Hé, hey, dat is cool. Nou, dat is hem en een geweldige tas. En een geweldige tas. Nou, superleuk. Ja, ik ben er heel blij mee. Nou, gelukkig. Dan ga ik de camera uitzetten. Dan gaan we met gillende gimpies gaan we naar het veld toe. Leuk. Mooie vondsten zoeken. Kom op, we gaan. Even een bakje koffie zeker? Ja, na 6 kilometer lopen wel. Ik zei, het is een klein stukje lopen naar het veld toe. Nou, we zijn zo omgelopen. Daar kan je over de sloot. Daar bij dat hokje loopt een pad zo naar voren. En dan helemaal daar naar voren. En dan waar de mist begint, dus waar je eigenlijk niet meer kan kijken, heb je nog een keer zo'n stuk. En dat hebben we afgelegd. Om op dit speciale plekje te komen. Ja. En hier gaat het gebeuren. Hier liggen de brokken goud. Hier gaat het gebeuren. Nee, alle gekheid op een stokje. We hebben wel zo ver gelopen, maar hier gaan we inderdaad zoeken. Ik heb dit stukje gereserveerd voor vandaag. Hier, dit zo. En misschien wel die hiernaast ook nog even. We kijken wel hoe ver we komen. En jij loopt met de Quest Q30. Ja. En hoe lang loop je daarmee? Pas een maandje of 3. Ik ben net een verse starter. Ik vind het een hartstikke fijn apparaat, maar ik heb natuurlijk helemaal geen vergelijking. Maar, nee. Nou, om een beetje solidair te blijven, heb ik dus ook de Q30 meegenomen. 1, omdat we dan gewoon lekker samen met de Q30 lopen. En 2, als er vragen zijn of als er wat is, dan kan ik altijd inspringen. En kunnen we altijd dingen vergelijken of we kunnen het er even over hebben. Dus vandaar dat ik ook de Q30 bij me heb. Ja, dat vind ik fijn, Ruud, want dat kan me best wel helpen. Nou, en zo gaan we gewoon lekker zoeken. Nou, de eerste vondst is binnen. Het is een graangewichtje. Ik ga hem niet schoonmaken, want hij is heel broos. Kijk maar, hier vallen de stukjes er al af. Maar ik hoop dat er nog een wapentje hieronder op staat of een cijfertje. Ja, voor de rest is het gewoon hartstikke leuk, zo'n graangewicht. Nou, veel rotter als dit zal het niet worden, hoop ik. Die is echt rot. Het is wel een duitje. Kijk, als je in het midden van het wapen kijkt. Hier? Oh, ja. Hier? Dan zie je links van de leeuw een wapen met een Joods kruis. Ja, ja, ja. Dus dan gaan we ervan uit dat het een koosjelood is. Maar hij is zo dik ook. Ja. Ja, dat heb je bij wel meer dingen. Dat de een wat dikker is dan de ander. Toppetje! Ja, ja. Leuk. Dat is de eerste voor in de vondstendoos, Ruud. Ja, ja. Nou, ik hoop dat er nog veel volgen. Goed hoor, hé. Superleuk. Nou, zo vind je ze bijna nooit. En zo vind je er 2 achter elkaar. Weer een graangewicht. Alleen deze is wel met stempels. Dat is leuk.
Dus ik hoop dat ik dat thuis een beetje schoon kan maken. Als dit wat leger is en een beetje een mooie foto van kan maken, dan komt hij wel mooi uit. Deze is wel wat rechthoekiger. Die andere die is wat meer in een soort, noem je dat, een tonnetje. Deze is echt een beetje vlak. Een graangewicht. Leuk! Ik ben even naar de sloot toe gelopen. Moet je kijken. Prachtig. Het is een stukje lood. Kijk, aan deze kant is die helemaal kaal. En aan deze kant staat de tekst op. Maar het is niet een zegelloodje of een accijnsloodje. Ik denk eerder dat het een soort arme penninkie was of een soort kerkelijke penninkie. Nou, het is een leuk dingetje. Als jullie het weten, hoor ik het graag. Dan gaan we gelijk eventjes hier naartoe. Ja, ik heb een hangertje. Ja, dat is een zegelood. Een zegelood, oh, ik dacht een hangertje. Nee, het is een zegeloodje. Aan de andere kant zal waarschijnlijk wat staan. Ja. Nou, te vieze handen. Ja. Nou, dit is ook weer iets kerkelijks. Dit is het vierde kerkelijkse wat ik van dit kleine stukje afgevonden heb. Dus het kan misschien wel stadsafval zijn waar afval bij gezeten heb van een kerkgenootschap. Wij lopen straks Vrooms het veld af. Wij lopen Vrooms het veld af. Ja. Zullen we niet Vroomser dan de paus worden? Ja, normaal film ik duitjes niet zo vaak, maar Gelria 1766, dat is nog vrij strak. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk om toch even op de film te zetten. Ja, we hadden het er net over. Dat zo'n muntje dan 300 jaar oud is, ja. Hè? Dat ligt dan, nou, laat het 250 jaar hier in de grond leggen. Machtig. En halen wij het weer omhoog. Wat voor reis zo'n muntje misschien wel afgelegd heeft. Hoeveel er al mee betaald is. Er is iemand die heeft die munt gemaakt. Daarna heeft diegene die munt is uitgegeven. Dus iemand heeft gewerkt. Ja. En die heeft door het werken dit muntje verdiend. En die heeft er misschien een pot bier, maar het kan ook brood of wat er van ook mee zijn, van gekocht. Ja, zo'n verhaal is mooi, hè? En dan uiteindelijk is deze munt is uit de roulatie gegaan. Laten we daar maar even van uitgaan, want je gooit geen geld weg als het niet nodig is. Nee. En dan is het, ja, om wat voor reden dan ook bij het afval terechtgekomen. En dat is meegegaan met een trekschuit. Dat is hier op het land terechtgekomen. Toen heeft het een 100 of wat jaar stilgelegen. En nu komen de twee Noord-Hollandse heikneuters en die trekken hem weer uit de grond. Dat is toch eigenlijk wel een heel leuk verhaal. Hey, kopje koffie erbij. Broodje. Broodje erbij. Lekker bezig, hè? Heb je mijn vangst al gezien? Ja. Nou. Geslaagde dag. Geslaagd zo, hè? En dan hebben we nog maar een klein stukje gedaan. Mm-hmm. We hebben nog wel wat voor de boeg. Maar de knallen moet nog even komen. Ik hoop dat je echt dat je met een zilveren munt of iets naar huis gaat. Ik vind dit al geweldig, Ruud. Jawel, dat snap ik wel. Maar het is wel leuk als je natuurlijk echt eventjes een vondst in je kast hebt, dat je zegt, nou, dat was van die dag. Maar je ziet toch hoe leeg mijn vondstendoosje is. En nu is hij gevuld, dus ik kwam hier met één loodje. En dan zitten er nu al twee bij. Ja, ja, dat is waar. Een soort, volgens mij moet hij zo. En is het een onderdeel van een gordijn, van een heel groot zwaar gordijn, waar die aan hing. En dan had je de koord en dan kon je hem open en dicht trekken. Maar ik weet het niet zeker. Dus als jullie nu wel weten wat dit is, dan hoor ik het graag. Ik vind ze wel vaker trouwens hoor. Het is niet echt een hele bijzondere vondst. Maar een specifieke determinatie durf ik er niet aan te geven. Nou, moet je nou kijken. Dat is echt super schattig. Normaal vind je die leeuwenpootjes die aan zo'n potje zitten. Er zitten drie aan een potje. En die zijn normaal gesproken best heel groot. Het is echt een heel kleintje. Het is echt een heel schattig leeuwpootje. Leuk. Kijk er toch eens even aan. Weer een prachtig lood. Weer een zegellood. Met een leeuw erop die je zwaard vasthoudt. En aan de andere kant staat wel nog iets van tekst. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik kan het nu nog niet lezen. Maar dit is wel weer echt een prachtig lood hoor. Super gaaf. Je stopt ermee, hè?
Ik ben kapot. Ruud is niet bij te houden, mensen. Echt niet. Ja, ik niet. Ik ga nog even door. Maar wij gaan wel afscheid van elkaar nemen. En daarmee sluiten we dus halverwege het filmpje even met jou af. Nee, niet halverwege. Halverwege de dag. Nee, het is half drie is het. Half drie en we zijn om 1:50 gaan lopen. Ja. Dus het valt nog mee, want ik dacht dat ik maar 2 uur zou redden. Ja, nee. Nou, maar we hebben rustig aan gegeten en we hebben eventjes nog geklept. En af en toe wat tipjes en trucjes tussendoor. Het goud inladen. Dat duurde lang. Ja, dat moest stiekem. Nou, ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken, Ruud. Ik vond het een leuke dag. Ja. Een leuke prijs die ik gewonnen heb. En, ja. Dank je wel. Ja, dankzij Patty ook. Patty van Kooistra die heeft de tas samengesteld. Ik heb alleen maar gezegd, ik wil een tas en er moet een pinpoint erin zitten. En de rest vind ik leuk als jij die bij elkaar stelt. Dus Patty heeft de tas bij elkaar gedaan. Nou, Patty, jij ook. Hartstikke bedankt dan voor deze prachtige prijs. En voor de rest hoop ik dat je gewoon een hele leuke dag gehad hebt. En ik hoop dat dat ik wat tips en trucs heb mee kunnen geven. Zeker, dat zal me zeker helpen. En ik heb al meer dingen in mijn vondstendoosje zitten dan dat ik ooit had gehad. Dus voor mij was het een topdag. Nou, super. Dan wens ik jou een goede reis terug. Dankjewel. En we zien elkaar vast nog weer. En ga ik nog even verder zoeken. Oké, succes. Doei, doei. Rijwielbelasting 1939-1940. En dat staat onder kosteloos. En waarom is deze nou nog zo mooi? Nou, dat kan ik jullie wel vertellen. Dit is een randje uitgebaggerd. Randje bagger. Dus deze heb gewoon in die bagger gelegen. En alles wat onder water ligt, dat blijft vaak een beetje mooier. Dus daar heb Bassie weer geluk mee. Leuk zeg. Ik heb hem al proberen schoon te maken in de sloot, maar hij is zo glad als wat. Het is echt niet te achterhalen wat het geweest is. Het zou wel eens een oren kunnen zijn, die zijn ook zo gigantisch groot. Maar het is wel een gigantische munt. Nou, je kan echt niet meer zien wat het was. Het is ook geen zilver, het is gewoon een koperen munt. Dus ik denk dat het een oren is. Die zijn ook zo groot. Maar ik weet het niet zeker. Kijk, dat is even een coole medaille zijn. Met een W erop. En aan de andere kant, ja, ik heb het niet zo goed zien. Misschien na het schoonmaken. Volgens mij noemen ze dit een Hasseltkruisje. Erg leuk. Ja, ja. Het heeft wel de hele dag moeten duren, maar daar is die, een zilvertje. En het zilvertje is uit 1849. Ja, zilvertje uit 1849. Leuk. Toch nog een zilvertje. En dat is een... Ik zal hem er even bij pakken, dan zie je het beter. Weer een mooi zegellood met... tekst erop. Staat erop. Fabriek. Wonkar. Nee, lessen. Nou, ik met mijn super leestalenten ken me er beter niet aan wagen. Ga ik thuis op mijn gemakje even bekijken. Leuk, beetje een ovaalachtig zegellood. Met die jute er nog tussen. Erg leuk. Mijn pinpointer is leeg. En ik heb de laatste 10 gaatjes alleen nog maar lood gevonden. En het begint al echt laat te worden. Dus ik denk dat het gewoon tijd is om naar huis te gaan. Oh, nou, dit is toevallig dat ik hem meteen heb. Oh, en het is geen lood. Even kijken welke kant zit hij. Ja. Een duitje. Maar goed. Dat terzijde. Ik denk dat het tijd is om te stoppen. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Hey, druk gewoon dat knopje in. Is voor mij wel leuk hoor. En dan zeg ik, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.